Het is donderdag, dus tijd voor de tweede Dragon Ball Donderdag. Ik vind het super leuk dat jullie bij de eerste helemaal meegingen in de comments en dat sommige mensen ook wisten van Rob, als jij het niet weet, ik weet het en ik tik het eventjes hier neer, want ik ben beter dan jij. Blijf dat vooral doen, blijf dat vooral doen. We zitten nu op 900 subs en we gaan richting de 1K. Bij 1K, dan ga ik een boosterdoos uitpakken en de eerste special rare die daarin zit, die wordt opgestuurd naar een van jullie. Dus dat is misschien een leuke giveaway voor de fans van de Dragon Ball Donderdag. Vandaag hebben we twee boosters van de trading card game in de Crossworld serie. En ik heb ook een lijstje gemaakt met kaarten die we heel graag in de collectie willen hebben. Die zie je nu hier tevoorschijn komen. En laten we hopen dat we die kaarten vandaag poelen. Of in ieder geval een paar daarvan. Genoeg geluld, ik loop even naar mijn stationnetje daar. Daar staat alles al klaar, camera, kaarten, boosters, alles. En laten we die twee boosters van vandaag eventjes uitpakken. Op hoop van goede zegen. Goed, twee Crossworld boosters van Dragon Ball Super. En die gaan we eventjes openmaken. Ik heb een schaartje deze keer, omdat... Ja, ik vind het toch wat fijner openmaken. Op. Bij opa. Laten we even beginnen met de eerste. Benieuwd wat erin zit. Jongens, ik heb een selectie gemaakt van kaarten die ik wil hebben. En laten we hopen dat er wat moois in zit. De zeldzaamste zit altijd achter. Daar waren we vorige keer ook al achter gekomen. Even kijken of het zo scherp is. Unrelenting Assault Trunks. Ja, dat was chic hoor. Mooie uitgevoerde kaart weer. Trunks met zijn zwaardje. Ja, gewoon een mooi kaartje. Het is een aankammer. Vet. Dan gaan we door met de Hidden Power Great Ape Tora. Ook heel erg vet. Ja, weer moet ik even toegeven. Ik weet uit mijn hoofd niet zo eentje die wie Tora is. Shout-out naar jullie allemaal in de comments die mij daarmee helpen. Ik vind dat heel erg vet. En ja, ik vind het sowieso tof. Tweede Dragon Ball Donderdag. Dat jullie mij zo helpen in de comments. Determined Super Saiyan Son Goku. Ja, dat volgens mij al. Dependable Robot Kiru. Oh, dit is een vette man. God Absorber Majin Buu. Ja, wederom gewoon weer dit artwork. Vind ik gewoon zo ontzettend vet. Zo'n lekkere, vrolijke dikkerd. En ja, wie houdt daar nou niet van, hè? Mega Cannon Sigma Rebirth. Weer een robot. Ziet er wel grappig uit. Dreadful Duo, Android 18. Ja, die hadden we natuurlijk ook al. Die heb ik nu dus dan drie keer of twee keer dubbel. Dus ja, mocht je willen ruilen, graag. Made to Destroy, Android 19. Nou, het zit wel weer lekker vol met de dikketjes hoor. We hebben natuurlijk Majin Buu net al gehad. Die grote aap. En nu de derde dikket in het pakje, dat is Android 19. Niet mijn favoriet Android. Wel een, ja, een vet personage, ik vind het wel tof. En dan komen we nu bij de laatste. En dat is... er zit er nog eentje achter. Toa Space Time Unleashed. Ja, ook weer mooi uitgevoerd. Ook een dubbele. Ja, nu we toch wat meer pakjes gaan openen, zullen die dubbele toch gaan regenen. En laten we hopen dat hier wat achter zit. Wat interessant is, ja, Shocking Future Son Goku. Ja, ook weer niet eigenlijk een kaart waar we naar op zoek zijn. Maar goed, de beste zit altijd achterin. En ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het wel, ja, volgens mij gewoon een vette kaart. Maar ook weer een dubbele. Unwavering Solidarity Borgos. Ja, nogmaals in de comments, laat even weten wie dit is. Ik heb deze nog niet trouwens. Ik vind het wel fijn dat ik deze nu kan toevoegen aan de collectie. Oh. Oh, dit is vet. Dit is vet. De zeldzame kaart is Majin Buu. Completely revived. Dit is een vette kaart. En op de achterkant hebben we... Ja hoor. Die wilde ik. Kijk dan. Een vrolijke, dikke Majin Buu. Ja, dit vind ik vet. Dit vind ik een heel fijn kaartje. Dit vind ik echt een mooi. Nou, gelijk de eerste van de lijst kunnen we afstrepen, jongens. Dat is wel... Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, top. Die zet er gelijk even hier neer.
Ja, allemaal is dit toch de booster met obesitas, de obesitas booster. Allemaal vrolijke dikkerts zit hierin. En ik ben benieuwd wat we... Oh. Ho. 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 Oh. Nou. We hebben een... Screaming Dr. Mew. En ook van deze, ja, sorry jongens, weet niet wie die is. Ik vind hem wel vet. Ik had er wel meer van verwacht eigenlijk. Want meestal als je dan dit randje ziet, is het wel een beetje spannend van wat is het? Is het vet? Is het niet vet? Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is eigenlijk een soort kruising tussen, weet ik veel, Yoda, Piccolo en een Master Roshi en een... Ja, ik weet het niet. En die andere Android dokter. Ik weet het niet. Maar ja, hè? Gegeven paard. Natuurlijk de Unfleeing Android 14. Die hebben we ook dubbel nu. Kijk, dit is een vette kaart. Furious Rush Super Saiyan 3 Son Goku. En een hele dikke uitgevoerde kaart. Het is een uncommon. Ik vind hem heel vet. Kijk, dit is het artwork wat ik gewoon vet vind. Sowieso alles van Goku vind ik vet. Goku en Vegeta. Heel vet. Echt een hele vette kaart. Thinks he is the best Hercule. Ja, ook deze kaart weer. Ja, Hercule natuurlijk. Mr. Satan. Die altijd maar denkt dat hij de wereld redt. En anderen voor zijn karretje spant. Ja, ik vind het een mooi personage hoor. Echt en een leuk kaartje ook. En ik geloof ook heus wel dat hij wat kan hoor. Alleen niet zoveel. Een beetje net als Dan uit Street Fighter. March of the Great Ape. Ook een vet uitgevoerd kaartje. Vet. Nappa! Met haar! Sorry jongens, met haar. Oké. Okay. Nappa met haar. Nappa, Vegeta's attendant. Oké. Okay. Ik wist helemaal niet dat hij ooit haar had, joh. Oh, wat grappig. Leuk. Ja, weer een Trunks, Bridge to the Future. Die hebben we dubbel nu. Die is, dus die kan geruild worden, als jullie het ook spelen. Ook weer een hele vette kaart voor ons nog. Kijk, die is vet. Oké, okay, het is geen zeldzame kaart. Dat zeker niet. Maar het is wel een hele coole kaart. Dit soort artwork is gewoon vet. Dit is een soort artwork waarvan ik zou zeggen, nou, dat zou ik nog wel op een shirt willen zien. Of weet je wel, misschien een tatoeage wil laten zetten. Doe ik niet, want ik ben een pussy. Maar goed, dit zijn wel de kaartjes die ik heel erg vet vind. En dit is gewoon een common kaart. Hè? Dus hier is niks speciaals aan. Maar gewoon het artwork van die kaarten vind ik gewoon fantastisch om naar te kijken. Majin Defier, West Supreme Kai. Een Kai. En dan komen we nu alweer aan bij de laatste. Hè? Of nog niet? Nee. Dr. Gero's Evil Inventor. Die hebben nu ook dubbel. En het regent nu alweer dubbel. Het gaat sneller dan je denkt. Oeh, nog drie te gaan, jongens. Snel door. Okay. Dr. Mew, Under Baby's Control. Ja, we hebben deze ook nog niet, maar goed. Niet het meest fantastische personage. Ik vind het toch een beetje een nee kaartje. Wel leuk, maar wat zit hier achter, jongens? Dit is er weer eentje van de lijst. Het is er een van de lijst. Het is sowieso een super rare. Zo! Trunks Power Overseeing Time. Dat is een vette zeg. Oh, en we hadden bij die andere hadden we zo'n streepje doorlopen door dat speciale laagje, maar deze heeft dat niet. Dit is een vet kaartje zeg. Dit is echt een heel vet kaartje. Ja, die stond ook op de lijst, maar ik had niet verwacht dat we die zo snel eruit zouden trekken, jongens. Niet verwacht, zo. Dat was hem weer van vandaag, de tweede Dragon Ball donderdag. En ik ben er heel erg blij mee. We hebben deze twee kunnen poelen. We hebben de Trunks Power Overseeing Time en de Majin Buu kaart. En dat zijn er gelijk twee van de lijst die we eraf kunnen halen, ja. Ik moet ze insleeven, ik moet niet met mijn gore vette klauwen eraan zitten. Maar ik vond het weer super om te doen. Ik zie jullie volgende week donderdag weer met een nieuwe Dragon Ball donderdag. En woensdag natuurlijk met een nieuwe even gamen of een even shoppen. Ik vond het leuk. Ben je nog geen lid?
subscribe en druk even op het belicoontje zodat je weet wanneer ik weer eens een keer een kutfilmpje upload. Ik ben Robbie en ik zie jullie later. Dat zijn godverdomme mooie kerken.